Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer dan 100.000 euro schade aan kunstwerk Hella Jongerius, nadat een bezoekster van Museum Boijmans onwel werd en eroverheen viel. Nu eerst kort het nieuws van dit moment. Het stoffelijk overschot dat gisteren werd gevonden in een huis in de Schout-Heinrichstraat in Rotterdam-Noord was van een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het slachtoffer logeerde bij de bewoonster van het pand. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De directeur van makelaarskantoor Atta wordt niet vervolgd voor zijn aandeel in de miljoenenfraude bij Patrimoniums Woningstichting. De Rotterdammer heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. Hoe hoog de schikking is, is onduidelijk. Bij de PWS vastgoedfraude ging het om een totaalbedrag van bijna 12 miljoen euro. In Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is dit weekend een kunstwerk zwaar beschadigd geraakt nadat een bezoekster onwel werd en viel. Het gaat om een cirkelvase van Hella Jongerius. De schade bedraagt meer dan 100.000 euro. De politie heeft een 33-jarige ridderkerker aangehouden voor betrokkenheid bij de brand van afgelopen nacht in Ridderkerk. Bij de brand aan de Leklaan raakten 3 mensen gewond. Straks alleen maar optimistische geluiden uit de Oleanderbuurt in Rotterdam-Zuid, waar de overlast succesvol lijkt te zijn aangepakt. Na het aldus met het weer. Dinsdag is een prima winterdag met zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overal droog. De temperatuur varieert van een graad of 2 in het westen van de regio tot rond het vriespunt in de buurt van Gorinchem. Het is weer rustig op en rond het Oleanderplein in Rotterdam-Bloemhof. En dat komt niet alleen door de kou, zeggen zowel de stadsmarinier als de buurtbewoners. De gemeente, deelgemeente en politie hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de buurt te verbeteren. En dat lijkt gelukt. De stadsmarinier waarschuwt nog wel voor te veel optimisme. De buurt opknappen is één ding, de buurt zo houden is een stuk moeilijker. Het Oleanderplein was sinds een aantal jaren al redelijk rustig. Maar dat veranderde toen er een stel hangjongeren bezit nam van het plein en de naastgelegen Sint-Andriestraat. De overlast van de drinkende en wildplassende jongeren bereikte eind augustus zijn climax, toen een vader en een zoon werden neergeschoten nadat ze een van de hangjongeren hadden aangesproken op wildplassen. De gemeente reageerde daarna snel. In het begin was er 24 uur politie en stadstoezicht. Er is veel gedaan aan de plaatsen waar jongeren kunnen hangen. Dat kan gewoon ook niet meer. Overlastgevers die wij tegenkomen, waarvan we denken dat het overlastgevers zijn, die houden we hier in de gaten in het Oleanderplein, maar ook op de Dordtselaan en ook op de Tarwewijk. En de groep jongeren die de oorzaak was van alle ellende is de wijk uitgegooid. De buurtbewoners die we vandaag spreken zijn overwegend positief over de aanpak van de gemeente. De buurt is meer veiliger en de buurtbewoners hebben meer vertrouwen in elkaar. En ja, er is ook vanuit de gemeente Rotterdam ook een toezichthoudende stadspolitie hier gekomen. Dus ze hebben meer toezicht in de omgeving. Bepaalde dingen zijn zeker terechtgekomen, zoals camera's en de drempels. Want er werd heel hard gereden in deze wijk. De buurtbewoners waren niet tevreden over die vuilniszakken die op straat terechtkwamen. Dus dat is ook redelijk goed, nou schoon. Meer politie in deze wijken. Net als het rondhangen op het plein is ook de straathandel in harddrugs flink afgenomen. Maar zo waarschuwen zowel bewoners als stadsmarinier Verbeek, dat komt ook door het weer. In de lente, dat is voor mij altijd de testcase, want daar komt iedereen ook buiten weer op straat. Dan wordt er weer lawaai gemaakt, worden mensen lastiggevallen en dat vind ik niet goed. De ondernemers aan het plein hopen vooral dat de uitstraling van de wijk weer zal verbeteren. Sinds het incident, zoals de schietpartij hier wordt genoemd, wordt het Oleanderplein gemeden door mensen. Een van de ondernemers zegt dat hem dat 50% van zijn omzet heeft gekost. En dat geld krijgt hij, ondanks alle maatregelen, niet meer terug. En vanavond is er opnieuw een bewonersavond. Op het deelgemeentekantoor van Feyenoord kunnen de inwoners van Bloemhof nog één keer aangeven hoe ze de wijk nu ervaren. De politie heeft een 33-jarige man uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van brandstichting. Buren hebben gezien dat de man op zondagavond met 2 jerrycans benzine bij de woning van zijn ex-vrouw aankwam. De man dreigde de woning in brand te steken en voegde even later daad bij het woord. Hij heeft zich later zelf bij de politie gemeld. Het echtpaar lag in scheiding. De man kwam op zondagavond spullen halen. Hij had 2 jerrycans benzine bij zich en dreigde de boel in de fik te steken. Het is zo dat een meneer die stond voor de deur. Het is een ex-relatie van de bewoonster. En die riep dat hij brand zou stichten en dat de mevrouw de woning moest verlaten. Nou, gelukkig heeft ze dat tijdig gedaan.
En die meneer is vervolgens de woning ingegaan en die heeft daar brand gesticht. De bewoners van de naastgelegen woningen zijn uit hun huizen gehaald, maar omdat de brand snel onder controle was, mochten ze na een uur weer naar binnen. De woningen van de buren zijn niet beschadigd. Ik lag met griep op bed en wij hoorden de voordeurbel. En mijn man zat in bad, dus die is toen naar beneden gegaan en die schreeuwde toen heel hard mijn naam. Want die zag dus het huis helemaal in de brand en dat er ook nog mensen binnen zaten. En omdat wij weten dat ze twee kleine kinderen hebben, was het wel paniek. De kinderen van het stel logeerden bij hun oma, de moeder van de vrouw. De buurt wist dat het huwelijk niet goed was. Ik hoor dat die mensen vaak ruzie hebben. Heeft u dat ook gemerkt? Ja, dat hebben we wel. Dat is algemeen bekend ja, hier? Ja, dat is algemeen bekend in de straat, ja. Die hadden vaak ruzie. En ik kon niet slapen. Het is nog 2 uur, 3 uur. Maar het maakt niet uit welke tijd. Ik kon niet slapen. We hadden heel vaak ruzie. Ja. De 33-jarige man gaf zich 3 uur na de brandstichting aan bij de politie in Spijkenisse. Het is niet bekend waarom hij dat daar deed. En is hij een bekende van de politie? Wij kennen die meneer inderdaad, ja, klopt. Dus hij is al eerder veroordeeld geweest? Nou, hij is in ieder geval eerder met de politie of justitie in aanraking geweest. De man wordt momenteel verhoord. Het is nog niet bekend wat de aanklacht zal zijn. Poging tot doodslag of brandstichting. De politie wacht het resultaat van het onderzoek af. Ze viel tegen een paar vazen en toen ontstond een domino effect. Dus als domino stenen vielen de vazen om. Bewoners van de Prinsessenbuurt in Krimp aan de IJssel geven het ruiterlijk toe. De wijk staat terecht bekend als zeer slecht. De buurt heeft een geschiedenis van drugshandel en herhaalde politieinvallen. Maar nu de wijk wordt gesloopt, wil een deel van de bewoners niet weg. Deze flatgebouwen achter winkelcentrum Krimphof in Krimp aan de IJssel laten vooral verpaupering zien. De buurt staat al jaren als slecht bekend. Invalletjes, dichtspijkeren, vuilnisoverlast, lawaaioverlast, dat is allemaal wel zo. Ja. Toch is Krimpenaar Perry Groenendijk gehecht aan de buurt, ondanks de rottigheid. In welke wijk waar ook, in Rotterdam of in Den Haag of in Utrecht, in alle wijken hebben hier wel... dingen wat niet klopt. En dat is niet specifiek voor de witte flatjes. Woningcorporatie Qua Wonen wil dat de flats in dit deel van Krimpen zo snel mogelijk worden gesloopt. De verhuurder ontkent dat dit met de probleemstatus van de wijk te maken heeft. Maar een andere bevolkingssamenstelling wordt wel als een pluspunt gezien. Nou, ik denk dat er een zeg maar meer gedifferentieerde buurt voor terugkomt. Met ook meer levendigheid, de school. En wij zeggen zelf... Andere type bewoners. Nou, meer gemêleerd, denk ik. Maar ik denk dat dat goed is voor iedere buurt. Ja, het wordt wel tijd voor vernieuwing. Maar het is voor de mensen ook moeilijk te betalen. Inmiddels is een aantal bewoners in gesprek over een verhuiskostenvergoeding. Want sommige bewoners zien sloop wel zitten. Persoonlijk wel, ja. Ja, absoluut. Flats zijn zwaar verouderd. Er moet gewoon echt een goede oplossing voor komen. Het is gewoon nieuw. Ik woon hier met heel veel plezier. En dan moet ik ook erbij zeggen dat ook komt dat je hier een verschrikkelijk leuke huur betaalt. Ik woon hier al 13 jaar en al 13 jaar weet ik dat de boel gesloopt gaat worden. Dus weet ik ook al 13 jaar dat ik meer ga betalen. Ik denk dat 70% van de krimpenaren, echte krimpenaren, in deze witte flatjes begonnen zijn. Ja, die dealden niet, die stalen niet. Dat zijn problemen die zijn met de jaren gekomen. Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad van Krimpen over de sloopplannen van hun probleemwijk. In het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is dit weekend een kunstwerk gesneuveld. 40 vazen vielen in gruzelement nadat een bezoekster er middenin belandde. De vrouw was onwel geworden. De schade bedraagt meer dan een ton. Het kunstwerk Colored Faces van Hella Jongerius wordt nu in een andere opstelling neergezet, waardoor je niet ziet dat er 40 vazen missen. Het bestond oorspronkelijk uit 300 handbeschilderde vazen van zo'n 4.000 tot 6.000 euro per stuk. Tot een vrouw onwel werd en in het kunstwerk viel. Ze viel tegen een paar vazen en toen ontstond een domino effect. Dus als domino stenen vielen de vazen om. Nou ja, eerst natuurlijk een grote schrik en zorgen dat alle bezoekers van de zaal zijn, dat de zaal gewoon leeg is. En vervolgens hebben we geïnventariseerd van wat is er nou precies omgevallen en hebben we foto's gemaakt. En nou ja, dan ga je gewoon opruimen. Nog nooit eerder raakte er in Boijmans op zo'n grote schaal een kunstwerk beschadigd door een ongeluk. Voor ontwerpster Hella Jongerius extra zuur, want het is voor het eerst dat haar hele oeuvre te zien is in Nederland. Je merkt dat er bij degene die het dan gemaakt heeft, het werk, natuurlijk zoveel speelt.
dat ze wist gewoon niet waar ze moest beginnen met vragen. En 's avonds later hebben we elkaar ook nog aan de telefoon gehad. En nou ja, vervolgens moet het gewoon opgelost worden. En moeten we zorgen dat de tentoonstelling weer goed begaanbaar is voor bezoekers. En dat bezoekers het werk toch in goede staat kunnen zien. Dan zou je kunnen zeggen, de expositie heet Misfit. Het mag ook eigenlijk wel dat er iets fout gaat. Ja, het mag wel, maar niet op deze manier. Het moet wel zoals we het bedacht hadden. En niet aan toeval overgelaten worden. Boijmans overlegt nu met Jongerius of het oorspronkelijke werk helemaal wordt hersteld. Met de vrouw die onwel werd, gaat het inmiddels weer goed. Het sportnieuws komt van Ruud van Os en die zit hier aan tafel. Ruud, het lijkt erop dat Sparta zijn beste speler gaat verliezen. Wat weet jij van Kevin Strootman in FC Utrecht? Nou, dat FC Utrecht zich officieel gemeld heeft bij Sparta. Het contract van Strootman op het kasteel loopt nog 1,5 jaar door. Dus er zal geld op tafel moeten komen. Nou, Sparta heeft Utrecht laten weten wat het wil hebben. Utrecht heeft Sparta laten weten wat het wil betalen. Beide partijen hebben nu bedenktijd en komen later deze week weer bij elkaar. En dan is de algehele verwachting dat Strootman inderdaad Sparta gaat verlaten. En dat hij vanaf januari speler van FC Utrecht is. Aha. En dan van voetbal naar kickboksen. Want Gökhan Saki die is het niet gelukt om het prestigieuze K1 toernooi te winnen. Hoe zit dat? Ja, hij stond in de kwartfinale afgelopen zaterdag in Japan tegen Daniel Gitta. Die partij won niet, maar hij raakte in die partij zo geblesseerd dat hij in de halve finale tegen de latere winnaar Alistair Overeem totaal kansloos was. Demolition Man Alistair Overeem tegen de niet-fitte Gökhan The Rebel Saki uit Krimpen aan de IJssel in de halve finale van de K1. Een ongelijk gevecht vanaf het begin, al weet Saki zijn tegenstander nog wel te verrassen. De Turk begint aan het gevecht met een gebroken middenhandsbeentje en een elleboogblessure, waardoor hij zijn rechterarm niet kan gebruiken. En dan kun je gewoon niet winnen op dit niveau. Overeem heeft dat in de eerste ronde al direct door en maakt de partij daarom snel af. Saki verliest kansloos, maar verdient een compliment voor de durf die hij heeft getoond. Overeem gaat door naar de finale en wint daarin ook van Peter Aerts. En dat was het sportnieuws voor nu. Veel meer sport straks na het nieuws en het uitgebreide weer in Sportclub Rijnmond. Club Wie aan de Rotterdamse Maasboulevard organiseerde afgelopen vrijdag een fashion event en een veiling voor Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet voor onderzoek naar borstkanker. Modeminnend Rotterdam trotseerde in dunne panties en op hoge hakken de kou. En verslaggever Suzanne Mulder volgde deze eerste Nuit de la Mode. Fashion Night. En een veiling van dure spullen. Komt het publiek om het goede doel te steunen of gewoon voor de lol? 25 modellen worden voorbereid op de lingerie show waarmee de avond zal worden afgesloten. Club V wil in Rotterdam een platform creëren voor creatieve geesten uit de wereld van mode en lifestyle. Jonge ontwerpers, ondernemers, winkeliers, brands, labels. En daar wil ik een platform voor verzorgen om hun de kans te bieden om één keer in de maand in de spotlight te staan. Om ook de kans te krijgen zodat mensen hun creatie kunnen zien. Mits je beschikt over goed ontwikkelde stembanden, moet netwerken best lukken. En omdat het bijna kerst is, wordt op deze avond een veiling gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Pink Ribbon. Ga je bieden? Ik weet het nog niet. Hè? We kijken wat ze hebben, maar budget, hè? Mijn budget is erdoor. Dus, waarom ben jij hier naartoe gekomen? Omdat dit een heel mooi fashion event gaat worden. Ja? Absoluut. Ik kom voor die lingerie show van Dirk Commissaris. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd naar de modellen. En ga je bieden op de veilingen, stukken? Ja, ik denk die Blackberry. Ik denk dat zo'n watch, zo maybe, right? Die wil je hebben. Ja, die wil ik hebben. De veilingstukken zijn binnen. Onder andere een jurk. Om jouw lief de mooiste te laten zijn tijdens het kerstbal. Het is een speelsjurk van chiffon. Heel mooi. Twee dekken over elkaar heen. En met een accessoire aan de voorkant.
Waarom heb je besloten om deze aan te bieden voor de veiling? Omdat ik heb zelf iets met Pink River. Dus in verband met mijn moeder, die is ook aan kanker overleden. In de hoop op een mooie opbrengst zijn de veilingstukken naadloos afgestemd op de smaak van het publiek. Voor wie is die? Voor haar. Doe met Steve Dobson. Ben je er blij mee? Ja, ik ben hartstikke blij mee. Nee, ik heb het met liefde gekocht. Voor een goed doel. Maar oma Moni maakt ook hele mooie dingen. Vanuit zijn hart. En daarom heb ik het gekocht. Eindresultaat, 2 van de 3 stukken verkocht, €330 opbrengst. Wat dit over het publiek zegt. Ja, het is misschien lastig om wanneer je uitgaat in 1 keer iets uit te geven van €400. Maar toch zijn mensen bereid geweest om geld neer te leggen voor producten en voor Pink Ribbon. Dus ik ben blij met dit publiek. Netwerken, de veiling, allemaal mooi, maar kers op de taart. En dan als toetje van deze nieuwsuitzending een vervroegde kerstlunch voor de olifanten van Kerstcircus Ahoy. Vanwege het 40-jarig bestaan van het Kerstcircus was er voor de dieren een lunchbuffet klaargezet waar ze zich onder belangstelling van flink wat fotografen te goed aan mochten doen. Kerstcircus Ahoy is het grootste en met zijn 40 jaar het oudste in zijn soort in Nederland. De 3 olifanten van Elvis Erani vormen 1 van de acts die vanaf vrijdag tot en met maandag na kerst zijn te zien. En dit was Rijnmond Nieuws. Veel plezier zometeen met Sportclub Rijnmond. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder. Dag.